Ik ben Esmee Kappers, volg de studie toegepaste psychologie. Ik zit in mijn tweede jaar van praktijkatelier en ik heb het heel erg naar mijn zin. Praktijkatelier houdt eigenlijk in dat je door middel van projecten het jaar volgt. Aan het einde van het jaar lever je een portfolio in, waardoor je kan bewijzen dat je van bepaalde competenties en leerdoelen die behaald hebt. Het zijn echte opdrachtgevers. Er was vorig jaar iets met de GGD. Dit jaar hebben we Willem II wat bij betrokken is, de voetbalclub. Dat is wel heel erg leuk, dat maakt het ook wel echt. Ik kom van het mbo af en ik vond het daar heel leuk, vooral omdat het heel veel in de praktijk leren was. En toen ik daarmee klaar was, had ik een beetje, ja, ik miste een, voor mijn gevoel miste ik kennis en ook verdieping vooral. Het is niet zozeer moeilijker, maar vooral veel meer in één keer wat je krijgt in vergelijking met het mbo. Dus in één periode moeten we bijvoorbeeld meerdere hoofdstukken leren, waar we uiteindelijk een tentamen van kregen. Daar moest ik heel erg aan wennen. Deze opleiding had ik altijd al wel een beetje in mijn hoofd, omdat het er al redelijk aansluit met mijn mbo-zorgopleiding. Hier woon ik ook. Het is echt een bruisende studentenstad, wat mij gewoon heel erg trok. Door corona zijn er gewoon heel veel dingen weggevallen. Het is best lastig om... ik heb gewoon veel moeite met discipline. En omdat het veel online is, moet je veel meer zelf intrinsieke motivatie tonen om om die lessen te gaan volgen. Om niet in je bed te blijven zitten tijdens een college. Het eerste deel van mijn eerste jaar was natuurlijk wel gewoon nog normaal. En dat vond ik echt top. Ja, was heel leuk. Ja. Daar heb ik ook nog steeds vrienden aan overgehouden. Dus, vanaf het eerste jaar is de sfeer wel altijd heel welkom geweest. Gezellig. Hele leuke klasgenoten. Dat, ja, mijn intro heeft het ook wel een beetje gemaakt. Je krijgt voordat je begint in je eerste jaar een introweek. Ja, dat was echt zo leuk. Dat is echt alleen maar leuke, gezellige herinneringen aan. En die mensen spreek ik nu ook nog steeds. En nu is dat wel minder geworden natuurlijk door corona. Maar ik heb nog steeds twee keer in de week les. Twee ochtenden. Dus ik zie mijn nieuwe klasgenoten nu ook nog wel redelijk vaak. Je wordt getoetst door tentamens. En daarnaast heb je in het eerste jaar een paar projecten. Dus daar is echt een verslaglegging van of een onderzoeksrapport. Maar daarnaast ook een filmpje, want je hebt ook een vak gespreksvaardigheid waar je echt communicatietechnieken leert. Daar moet je een filmpje van opnemen als je een gesprek met iemand aangaat. En dat is dan een toetsvorm ook. Dus dat is heel uiteenlopend. Ja, ik denk dat je wel stevig in je schoenen moet staan als je deze opleiding aan wilt gaan. Je komt met veel mensen in contact. Discipline is ook wel belangrijk. Maar ik ben wel blij dat ik deze stap genomen heb.